Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Het is weekend en gelukkig is het weekend, want ik heb niet zo'n hele leuke week achter de rug. Want mensen die niet op prijs stellen, moet gewoon ook een beetje doorheen prikken. Ja, niemand is hetzelfde, maar misgunners in ieder geval, misgunners. Mensen die waar je het beste mee voor hebt en dan blijken ze niet zo'n hele toffe mensen te wezen. Gelukkig ben ik er vanaf. Ik ga gewoon lekker verder. Verder is de favoriete buren er weer. Fantastisch, lekker herrie. Woonbron al een berichtje gestuurd. Maar ja, doen natuurlijk niks. Zijn stelletje lafaards. Oude vertrouwde nieuws. Wat ik wel nieuw heb, of wat leuk nieuws heb, kan ik het beter zeggen. Planet Coaster. Ik ga toch weer beginnen aan het park. Ik wil toch weer een park gaan bouwen. En dat wil ik gaan doen. En dat lijkt me wel heel erg leuk om dat weer te gaan doen. Het loopt elke keer stuk lopen eigenlijk een beetje. Ik begin ergens aan en dan maak ik het niet meer af. Denk ik, ja, geen zin meer. Dus ik ga nou eens proberen om gewoon echt een heel mooi net park neer te zetten in Planet Coaster. En voor de rest, ik ben blij dat het weekend is. Als het goed is, wordt het goed weer. Ik hoop dat ik zaterdag en zondag nog een vlogje kan opnemen. Maar jullie weten het, niks beloven. Want ja, af en toe dan kom ik ook wel eens mijn afspraken niet na. En dan heb ik gewoon geen zin om de deur uit te gaan. Maar ik wou ook nou eigenlijk zaterdag en zondag wou ook wel even een buitenvlogje op gaan nemen. Vind ik wel leuk. Dus dat ook nog eens een keer. Nou, gisteravond zou ik gaan GTA livestreamen. Ik ben helemaal niks van gekomen. Ik ben weer de hele avond onder zeil geweest. Ik ben in slaap gevallen en ik heb verder rest niets gegamed. Dus ik hoop dat ik vanavond weer GTA kan gaan spelen. In ieder geval, het is ook een week nadat ik naar de Efteling geweest ben. Ik hoop binnenkort weer even een keer te gaan. Even updates opnemen. Dus dat lijkt me wel leuk. En gelukkig is het weekend, jongens. Ik heb te horen gekregen, ik moet tot 2 december werken. En na 2 december ben ik vrij. Dus dan is voor mij het werkjaar weer voorbij, gelukkig. En kan ik gelukkig lekker vrij nemen. Dus allemaal leuke dingen allemaal. Want er zijn ook nog wel positieve dingen. Je moet ook een beetje positief in het leven staan. Niet alleen negatieve dingen, maar ook positieve dingen zijn heel belangrijk. En ik kijk liever naar het positieve dan naar het negatieve. Dus in ieder geval Planet Coaster wil ik weer aan gaan beginnen. Ik wil gaan beginnen om de aankomende weekend weer lekker 2 dagen te vloggen. En ik hoop dat ik het nakomt. Ik kan het niet beloven. In ieder geval zijn jullie dan ook eens een keer van dit af. En hebben jullie weer eens een keer een buitenvlogje. Want een buitenvlogje is natuurlijk ook altijd leuk. Kijk, het zonnetje schijnt nou een beetje. Het was eigenlijk de hele dag een beetje bewolkt. Niet echt lekker weer. Maar het zonnetje begint nu eindelijk door te schijnen. En ik hoop dat dat van het weekend ook gaat gebeuren. Want dan kan ik misschien nog een paar lekkere wandelingetjes maken. Want ik heb eigenlijk ook wel weer zin om lekker te wandelen. Daar heb ik eigenlijk wel weer zin in. Dus in ieder geval genoeg te doen. Genoeg te doen. Binnenkort gaan we weer eens een keer naar de Efteling toe. Daar heb ik ook wel weer een keer zin in om daar naartoe te gaan. En gaan we een beetje updates gaan we opnemen. Hartstikke leuk in ieder geval. Ja, ik heb verder niet echt heel veel meer te melden. Ik heb nog gekeken naar een stuur. Daar ben ik nog mee bezig. Ik ga binnenkort een stuur kopen voor Euro Truck Simulator. Dat is ook wel heel erg leuk. Maar het is weekend, jongens. Ik ga het even de camera neerleggen. En ik ga nog even lekker genieten. Alvast van mijn weekendje. Ik ga de televisie aanzetten. Ga ik lekker even Filippie kijken. En ik ga nog even dadelijk nog eventjes lekker computeren. Daar heb ik ook nog wel even zin in. En voor de rest hoop ik dat ik vanavond weer kan gaan GTA. Want ik had het beloofd aan de jongens. Vond ik ook wel weer lullig. Maar ja, ik was echt gisteravond als blok in slaap gevallen. Ik denk, nou, het zal s'avonds ook wel weer de hele avond een rotherrie wezen. Nou, s'avonds geef je ermee uit. En ik ben in slaap gevallen. Ik ben gewoon niet meer wakker geworden. Dus slaap heb je af en toe ook nodig, hè.
Dus dat is het eigenlijk. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was de vlog. Voor nu, meer heb ik even niet te melden. Ik ga dus proberen om die buitenvlogs op te nemen. En dan hoop ik dat ik jullie daar spreek bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. Laat een duimpje omhoog. Een duimpje omhoog natuurlijk. En ik spreek jullie allemaal. Belletje nog indrukken voor de notificaties. Jongens, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.